Hi. Zo, vandaag zal ik praten over de basiskennis die ik heb geleerd over cinematografie. Nou, wat is cinematografie eigenlijk? Cinematografie is alles dat te maken heeft met de manier hoe je iets filmt. We noemen dit ook de 5 C's. Camerahoeken, cutting, compiling, close-ups en continuïteit. Mensen houden er vaak van om te zeggen dat een beeld mooi is of niet mooi is. Maar cinematografie is gemaakt om iets uit te beelden aan het publiek en om een verhaal te vertellen. En zolang je dat kan bereiken, dan is eigenlijk de cinematografie gewoon goed. Kijk, ik kan dat bewijzen. Kijk bijvoorbeeld naar deze video die ik heb gemaakt. Hé, banaan. Hé, wat doe je? Is mijn banaan? Kijk, als ik er gewoon zo naar zou kijken, zou ik zeggen zo. Kijk, dit is echt een lelijke video. Ik steek die banaan in je mond. Maar, het ligt er eigenlijk ook aan wat voor doel je wilt bereiken met die video. Kijk, als ik bijvoorbeeld een serieuze dramafilm zou willen maken met deze video, dan zou het niet werken, waarschijnlijk. Maar als ik het als comedy video zou gebruiken, nou, dat zou ik wel kunnen. Een hele belangrijke manier om dingen uit te beelden met cinematografie is door beweging. Er zijn verschillende soorten dingen en manieren hoe je beweging kan creëren met cinematografie. Je kan het doen door de camera te laten bewegen. Je kan bewegen wat in beeld is. Of je kan het aandachtspunt van de kijker laten bewegen. Bijvoorbeeld, als ik dit doe. Er zijn verschillende manieren een camera bijvoorbeeld kan bewegen. Je kan een camera bijvoorbeeld pennen en tilten. Dus het gewoon naar links of rechts bewegen. Of naar boven of naar beneden. Je kan de camera ook laten inzoomen. Je kan het dat zijn de tweedimensionale manieren om een camera te laten bewegen. Maar dan kan je het ook driedimensionaal laten bewegen door het op een gimbal te zetten of door die camera gewoon vast te houden, waardoor je alle kanten op kan gaan. Je kan het op een jib zetten, je kan een drone gebruiken. Er zijn veel verschillende manieren. Alleen, om het aandachtspunt van de kijker te veranderen, daar zijn wel minder manieren voor, omdat het beeldscherm plat is. Dus je kan er eigenlijk alleen maar het aandachtspunt van de kijker horizontaal laten bewegen, verticaal, diagonaal en je kan het misschien ook in een boog laten bewegen, maar dat is alles. En de winnaar is Christian! En er zijn verschillende soorten bewegingen die je kan hebben. Je hebt bijvoorbeeld bewegingen in vergelijking met de camera, weet je, met de beweging van de camera. Je hebt bijvoorbeeld bewegingen in vergelijking met andere bewegingen, zoals bijvoorbeeld de manier hoe de wolken bewegen in vergelijking met de maan. Je hebt echte bewegingen, zoals als iemand voorbij rent of als een vogel langs vliegt. En je hebt bijvoorbeeld ook, laten we zeggen, bewegingen waarbij misschien het licht feller wordt of zo. Of zachter. Dat is ook een beweging. Er zijn drie belangrijke instellingen die met licht te maken hebben, waarmee je samen moet werken en waarmee je de instellingen moet veranderen om een gewenst beeld te krijgen. En die instellingen zijn diafragma, sluitertijd en ISO-waarde. Kijk, de ISO-waarde, dat is de gevoeligheid van die sensor voor het licht. Als de ISO-waarde omlaag gaat, dan wordt het beeldscherm scherper, maar je krijgt ook een donkerder beeld. En als je de ISO-waarde omhoog doet, dan wordt het beeld lichter, het wordt helderder, maar het scherm wordt ook veel korreliger, dus het is dan minder scherp. De diafragma, dat is eigenlijk, laten we zeggen, de hoeveelheid licht die in die lens van de camera komt. Hoe kleiner de diafragma is, hoe meer licht in de camera komt. En wanneer er meer licht in de camera komt, dan is er een meer focus op een specifiek punt. En dan is de achtergrond veel waziger. Dat is het enige nadeel, als je dat niet wil hebben in ieder geval. En als de diafragma groter wordt, dan wordt het beeldscherm donker. Dan wordt het beeld donkerder, omdat er dan minder licht in komt. En wanneer er minder licht in het beeldscherm komt, dan is er ook minder waziger op de achtergrond. Er is minder focus op een specifiek punt. En als laatste heb je de sluitertijd. De sluitertijd is de hoeveelheid licht die binnen een bepaalde tijd op een sensor komt. Hoe groter de sluitertijd is, hoe meer licht in het scherm komt. Dus dan is het scherm ook helderder. Alleen is het enige probleem dan dat het scherm dan ook veel waziger wordt bij wanneer er bewegingen zijn. En het wordt ook veel houteriger. Dus dat is ook een nadeel. Tenzij je dat wilt hebben. Maar als de sluitertijd kleiner wordt, dan heb je een veel soepeler en mooier beweging in het beeld. Alleen wordt het scherm dan wel donkerder. Dus aan de hand van de manier hoe de verlichting is op de plek waar je aan het filmen bent, en aan de hand van wat voor doel je wilt bereiken met het beeld en wat voor beeld je wilt hebben, kan je aan deze instellingen werken en kan je die instellingen zodanig veranderen om een perfecte beeld te hebben voor je film. Ja, en zo, ja, zoals jullie zien, er is veel dat je kan doen aan cinematografie. Er zijn heel veel aspecten en dingen om te veranderen om een mooi beeld te krijgen. En dat maakt het een van de belangrijkste onderdelen van de film. Dus dat is wat ik ongeveer heb geleerd tot nu toe. En ja.